Ah, schattig. Nou, leuk hoor. Hoi, en leuk dat jij kijkt naar deze nieuwe video. Dit is een hele andere video dan normaal op mijn kanaal, maar oh, hij wordt zo leuk. Ik heb een hamsterhok nu. Ik zal het hier doorheen monteren. En die is pittig klein. Ik dacht, ik heb nu 3 hamsters gehad. Nou ja, mijn derde heb ik nog. Mijn allereerste heette Coco. Nou, echt schat van een beest. Dat was echt de leukste hamster ever. De tweede was Molly. En de derde was Ukki, die ik nog steeds heb. Coco, die had een super groot hok. 3 verdiepingen, was 80 euro of zo van Fairplace of Fairplast of zo, weet ik veel, dat hok. Zo'n blauwe, 3 verdiepingen, super cool. Heel mooi hok, had ik echt heel lang voor gespaard, want ik was best wel jong. En nou, dat was echt mijn droomhok en droomhamster. Het was echt een schatje. Nou, toen ging hij dus dood. Moest ik heel hard huilen. En toen wou ik geen hamster meer. Een paar weken later wou ik toch wel weer een hamster. Maar ja, ik had mijn hok alweer verkocht. Dus wat deed ik? Een nieuw hok kopen. Ik weer naar de winkel, een nieuw hok kopen. Een lichtroze met 1 verdieping, super schattig. Molly, leuk. Nou, 2 jaar of zo is hij geworden, 2,5. Ook weer overleden, want ze worden ongeveer maar 2 jaar. Nou, dus ik weer alles verkocht. Ik dacht, nu hoef ik geen hamster meer. En een half jaar later wilde ik toch weer een hamster. Zo gaat het echt bij mij. Vreselijk. Dus, ik heb nu zo'n klein hokje, want ik dacht, oh, ik wil echt zo'n schattig klein hokje, schattig hamstertje, gewoon schattig. Maar, ik vind hem veel te klein. Ik vind hem echt te klein. En ook best wel zielig eigenlijk. En ik zag heel vaak van die filmpjes op YouTube en zo voorbij komen van echt die dikke hokken, weet je wel, die zelfgemaakte hokken. En ik dacht, dit moet ik doen. Ukki is best wel oud al. Volgens mij is hij 1,5. We weten dus niet hoe oud hij was toen we hem kochten. Maar dat geeft niks, oh, de oven. Maar goed, dus ik wilde allemaal filmpjes kijken. Ik was helemaal into de hamsterhokken nog steeds en in de hamsters. En toen dacht ik, ja, weet je, we gaan het gewoon doen. Dus ik heb mijn vriend, ik zeg, schat, je moet me helpen. Ik wil dit en hij zei, ja, ik ga je helpen, dit vind ik leuk. Dus dit is ons geheim projectje geweest. Ik wou een aquarium bestellen. Een hele grote aquarium. Een doorzichtig, weet je wel, van glas. En daar wil ik allemaal zelf spulletjes gaan maken. Nou, die aquarium is al best wel duur, kwam ik achter. Dus ik dacht, shit. Dus ik had het daarover met mijn vriend. En hij zei, Floor, we gaan het helemaal fixen. Dus wij zijn met onze, mijn linkerhanden. Ik heb echt linkerhanden, ik kan dat niet zo goed. Met die vader gaan bouwen en gaan doen. En die vader heeft op het werk van die glasplaten en zo, dat is hij helemaal in... Want we gingen helemaal mee hoe groot we dat hok wouden. Nou, dat is hij helemaal voor mij gaan maken met Sander. Nou, super lief. Dus ik heb een eigen gemaakte aquarium. Door middel van glasplaten. En dat hebben we helemaal vastgekit. Of tenminste, hebben hun gedaan. En nou ja, nu gaan we dus daar binnenin allemaal leuke dingen. En spul en gedoe maken. Verdiepingen maken van hout. Gewoon allemaal dingen zelf maken. Dus, ben jij benieuwd? Zo, wat een intro. Ben jij benieuwd hoe dit hok gaat worden? Blijf dan zeker even kijken, want ik kan je beloven, het wordt echt een tophok. Echt super cool. En echt next level, dit zie je echt bijna niet. Dit kun je ook niet kopen ofzo, dit moet je echt zelf do it yourself maken. Dus blijf kijken als jij nieuw bent en ik zou zeggen, oh, het wordt zo cool. Echt zo excited, het is echt zo leuk. En ik kan niet wachten tot mijn ukkietje erin kan en gewoon lekker gaat kruipen en doen en ontdekken. Dat vind ik echt geweldig. U kan bellen. Nou, goed. Ik heb ook nog een shoplog. Ik ben naar de Pets Place geweest. Support the locals. En ik heb daar even een heleboel gekocht. Ik heb daar dingen gekocht wat ik niet zelf kan maken. Of wat gewoon echt te veel moeite is. Waar we heel lang mee bezig zijn. En ik wil gewoon zo snel mogelijk dat het hok af is. En mijn hamster erin kan. Dus
Ik ga even snel laten zien wat ik heb gekocht voor het hok. Dit gaan we ook nog allemaal indelen. Nou, dus allereerst even voer. Dit is zijn favoriete voer. Gewoon van de Pets Place. De premium hamstervoer. De luxe variatie menu. Die heb ik altijd, want die vind ik fijn. Er zitten ook pinda's in, dat vinden ze heel lekker. Het is niet zo standaard voer. Ik vind dit gewoon leuker. Dit is meer kleur. Gewoon lekker, dat vindt hij lekker. En ik dacht, als de winkels dicht gaan in verband met de situatie nu, heb ik een voorraadje voer. Heb ik voor 80 cent dit gekocht. Dit is ook eten. Dit is een knaagbroodje van wortel. Dit was echt maar 80 cent. En ik dacht, dit moet ik gewoon meenemen, want ik kan niet lekker knabbelen. Dan heb ik iets super cools. Dit hout. En het hok komt helemaal in een houtstijl. En hier kan die dus doorheen kruipen zoals je ziet. Ik vind het echt super tof. En het past gewoon echt in het hok. Het past gewoon echt bij de vibe. Dus helemaal blij mee. Deze was €5,99. En ja, hier kan die echt heel erg leuk doorheen. Chinchilla zand. Dit is best nog wel veel zand. En ik wil namelijk een gedeelte in mijn hok met zand, hooi en zaagsel. In dat zand kan hij dan lekker graven. En hamsters vinden zand ook heel erg fijn. Dus niet alleen chinchilla's. Hier staat ook wel een hamstertje. Dus deze heb ik gekocht. En ik weet niet meer hoe duur is deze. Wacht, ik heb wel de bon. Dit was bedzand. €6,99. Je kan denken, goh, waarom hou je niet gewoon van de zandbak hier in de buurt? Je weet nooit wat er allemaal heeft ingespeeld. Hoeveel bacteriën daarin zitten. Volgens mij is dat niet echt hygiënisch. Dus ik doe gewoon verse zand, zeg maar. Dan, omdat ik mijn hok nu ga verkopen, gaan alle toebehoren natuurlijk ook verkocht worden. Dus de voerbakjes, de drinkbekertjes. Beetje stom om dat dan eruit te halen, want dan koop je een leeg hok. Dat vind ik niet echt praktisch. Dus dat ga ik allemaal verkopen. En daarvoor heb ik dus deze nieuwe hamster, ja, voerbakje gehaald. Past niet helemaal in de stijl van dat hout, maar ja, daar kan ik wel schorsen zo omheen leggen, dus dat komt wel goed. Dan, hier ben ik echt super blij mee. Een houten rat. En ja, dit vind ik echt super top. Want eerst wou ik dus dat kunstrat halen, weet je wel, van dat plastic. Maar dat past gewoon niet in de stijl, zoals ik al zei. En toen zag ik dus deze, dacht ik, oh my god, hij was wel duurder. Maar dat heb ik echt voor over. Echt super cool. Deze was €13 en binnenin zit kurk. En dit is verder allemaal hout. En dan kan ik gewoon lekker in zijn hokje lekker spelen en in het ratje. Dan, omdat mijn hok dus van glas is, kun je niet zomaar drinken er doorheen doen of zo. Dus ik heb iets super cools, namelijk dit drinkbekertje, zeg maar. En die heeft zuignapjes. Dan zuigt hij dus tegen het glas aan en dan kan hij dus gewoon drinken. Dus dat is ideaal. Deze was €6,99. En dan komen we alweer aan bij het laatste, namelijk dit huisje. Oh my god, dit past er echt perfect bij. Eerst wilden we dit zelf gaan maken, maar dat was nog best wel veel moeite en gedoe. En ik dacht, ja weet je, ik haal wel gewoon een huisje, want ja, dan heb je het gewoon lekker makkelijk. En dat is ook gewoon super goed en stevig en dan heb je het gewoon, weet je, dat boeit me dan ook niet, dat die €10 wat het ook kost. Oh, deze was maar €7,99, dat vind ik echt nog wel meevallen. Dus ik heb heel wat dingen, ik heb ook nog zo'n groot zaagsel ding, maar die heb ik in de auto nog liggen. En dat was volgens mij ook €8. Maar goed, dat is niet zo boeiend. Dat was een kleine shoplog van de Hamster Tools. En nu gaan we verder met het inrichten van het hok. Want jullie hebben hiervoor kunnen zien hoe ik een beetje dingen ging maken. Een beetje geprutst. En nu gaan we het mooi inrichten. Dus woe. We'll be right back.
Tada! Nou, dit is het geworden. Ik zal even een snelle tour doen. Hier is het huisje waar hij in kan slapen. En daar zit allemaal spul in en watten en zo. Van het speciale organische. Met een trappetje. Daaronder kan hij ook nog, want het is best wel diep. Dan hebben we hamstervriendelijke planten. Namelijk vitamineplant en tijm. Dat mogen ze gewoon hebben. Ik heb een onderzoek gedaan. Daarin zitten steentjes zodat ze er niet in gaan graven. Nou, dit kan ik gewoon opeten. Dan een grote stok. Vind ik leuk voor de scheiding. Die heb ik gewoon uit het bos. Dit bruggetje die zit vast hier aan dit ding. Want dan kan hij gewoon lekker op en dan kan hij eten. Een zandbakje van chinchilla zand. Hier dat ding waar hij doorheen kan. Het ratje daaronder. Er zit heel veel zaagsel in hooi en een kokosnoot waar die nog onder kan. En hier trappetje naar boven. De verdieping hebben we ook zelf gemaakt van hout. En hier zit een lekker snoepje of eigenlijk een heel groot broodje voer. En een drinkbeker die aan glas gezogen kan worden. Dus die kan je gewoon drinken. Dus dat is eigenlijk het hoekje. Ah, oh, schattig. Nou, leuk hoor. Nou, daar gaan we. Wacht, zou ik ook? Nee. Ik zit hem hier.